Op het festival zijn vele jonge schrijvers aanwezig. Onder hen ook Jonathan van het Reven, de man met de bekende achternaam. Wie denkt dat het Crossing Border Festival zich helemaal in en rond de Koninklijke Schouwburg afspeelt, die vergist zich mooi. En wie denkt dat het alleen maar uit muziek, dans, film, fotografie, literatuur, poëzie, praten en sms'en bestaat, vergist zich ook lelijk. Wat ben jij nou op Crossing Border aan het doen? Ik moet elke dag een stukje schrijven over mijn avonturen op het festival. En ik moet ook nog een paar keer optreden in verschillende zaaltjes. Terwijl de Duitse leraar een zaal vol docenten de les las, en Rufus Wainwright een voortslepend kruisverhoor over zijn homoseksualiteit onderging, en terwijl drie Palestijnse jongens brulden dat George Bush een terrorist was, woonden wij een nachtje in de krankzinnige kamers van Hotel Transvaal. Je hebt natuurlijk je boeken die je schrijft. Hoe gaat het met je boek? Het gaat wel goed met mijn boek. Ik heb een herdruk. Dus dat is al leuk en dat onderscheidt me al van een heleboel andere debutanten. Dus dat is leuk. En ik weet niet hoe het daarmee gaat met die herdruk, maar die zal op een gegeven moment ook alweer op zijn. Zou je nou zeggen dat je meer baat of meer last hebt van je achternaam? Nou, in commerciële zin heb ik er natuurlijk voorlopig in ieder geval baat van. Heel veel aandacht, heel veel recensies en interviews. Al met al een schitterende ervaring die vooral leuk is als je eraan terug kunt denken. Terwijl je op de 7e verdieping van het Crossing Border 4 Sterren Artiestenhotel bent. Waar je over de Transvaalbuurt kunt uitkijken terwijl je onder een douchekop staat te douchen die groter is dan je ontbijtbord.